hebben een garage sale. En mensen die dus bijvoorbeeld geen tuin of geen garage of geen oprit hebben, die mogen dan hier op het plein, hebben we dit jaar voor het eerst eigenlijk, dat die hier op het plein ook dingetjes kunnen verkopen. Ja, dit is een nieuwe activiteit van de buurtvereniging voor Fun van Hees. Vorig jaar hebben we ook een garage sale gehad. Toen hadden we 35 graden. Hadden we wel meer mensen die spulletjes wilden verkopen. Maar minder kopers omdat het zo warm was en iedereen lekker naar de Kraaibergse plassen ging. Dus vandaar kunnen mensen op hun eigen huisplek bij de garage het spulletje verkopen. Klopt. Maar mensen die daar geen tijd of zin meer hebben, die kunnen het eventueel meer doen op het Wegedoornplein. Ja, of net die waar ook wonen en geen voortuin hebben of zo, die kunnen ook hier terecht. Want anders kunnen die nooit hun spullen verkopen natuurlijk. Ja. Hoeveel mensen doen er ongeveer mee vandaan? We hebben 11 adressen deze keer. 11 adressen plus het plein. Ja. Ja, dat vinden we wel een heel leuke activiteit. En ook dat de mensen, het liefst natuurlijk, dat ze met de hele straat buiten gaan zitten. En elkaar eventjes gedag kunnen zeggen en gezellig een groepje creëren. En normaal heb je daar geen tijd voor om ook eventjes te kletsen. En dan kan dat wel. Dan kan je tussendoor ook nog wat spulletjes verkopen. Dus het is een win-win situatie. Ja, dus de buurtvereniging zorgt ook voor verbinding. Ja, uiteraard. Ja, dat is onze bedoeling. Waar kunnen mensen eventueel nog meer info krijgen als ze nog iets willen weten over de buurtvereniging? We hebben een site, dus forfundeheeswijksekampen.nl. En we hebben ook een Facebookpagina. Als je op forfun zoekt met een viertje, dan kom je daar ook bij terecht. Nou, dankjewel en een hele goede verkoop vandaag. Dankjewel.